Hallo, dit is Wiebke den Broeder. Ik ga van Buitensport Soest weer een lesje opnemen. Vandaag is het een half uurtje, misschien iets langer, kettlebell training. Voor alle die nu thuis zitten en geen groepslessen mogen volgen, omdat ik het niet mag geven. En ik ben even een weekje op Texel, dus kijk wat prachtig hier. Mooi, in de duinen. En ik hoop jullie kunnen alles horen. En ik ga nu starten. Ik heb een 6 kilo kettlebell. Ja, het zijn er 6. Je kan het ook met 8 doen als je wat sterker bent. En in het begin gaan we even een beetje opwarmen. Gaan we om de beurt je knie optillen. Niet helemaal koud beginnen natuurlijk. Het is hier heerlijk stil. Niet koud. En ik hoop jullie kunnen dit ook erbuiten doen. Of in de woonkamer, mag ook. Goed optrekken je knie. Neem gelijk de armen mee, zodat je schoudergordel ook warm wordt. En mijn excuus dat ik eigenlijk pas op woensdag die les opneem. Maar ik ben hier op Texel een beetje de dagen vergeten. Ik dacht dat het vandaag dinsdag is. Maar ja, dat is dus niet zo. Dus sorry trainers van Buitensport Soest. De bedoeling was dat ik dit gisteren online ging zetten. En niet pas vandaag. Maar ja, nu is het 1 dag later. Sorry. Ik hoop jullie doen deze week wel nog wat. Oké, gewoon lang maken. Kom maar op evenwicht. Dat je enkel goed staat. Neem je andere been omhoog. Hup. Lang maken. Goed zo. Nou goed, ga maar van schuin boven naar onder. Maak je lang met een lange rug. Ik laat het even van de zijkant zien. Goed lang. Het is straks ook belangrijk de hele tijd in de lessen. Ja? Denk liever aan een holle rug dan aan een bolle rug. En met hol bedoel ik dit. Ja, voor jouw gevoel hol. Dan dit. Ja? Hier heb je die bochel. Lange rug. Heel goed. En dan ga je nu naar de andere kant van de schouder boven. Naar onder. Goed lang. Eén lijn hier en daar omlaag. Goed ademen. Oké, ga nog maar even op de plek joggen, dribbelen, met de hartslag een beetje omhoog gaat. Als je niet high impact kan doen, dus niet springen of wat dan ook, omdat je knieënklachten hebt of enkel of heupen. Ga dan alles low impact doen. Komt allemaal goed. Is helemaal niet erg. Oké, we gaan straks 8 verschillende kettlebell oefeningen doen. En die doen we iedere keer 1 minuut lang. Dan heb je heel even tussendoor de rust. En dan herhalen we dat. En als het goed is, herhalen we dat 3 keer. Dan zijn we 3 kwartier onderweg. Ik moet even kijken, misschien moet ik na een half uur al stoppen. En dan red ik het net 2 keer. En dan mogen jullie dat nog 1 keer weer herhalen. Zodat je 3 kwartier hebt. Maar misschien krijg ik ook 3 kwartier geüpload. Dus we zien het wel. Oké, we beginnen met de eerste oefening. Ik zet altijd een timer aan. Pak even je kettlebell daarbij. En dan gaan we wat doen. Hallo. Herstel. Hallo. Timer. Oké, pak je kettlebell.
En we gaan een squat met een bicep curl doen. Laag en buigen. Dat is de eerste oefening. Is niet zo moeilijk. Maar let op je rug. Lange rug. Bicep curl. Mannen en ook vrouwen, als je denkt, nou, ik vind met twee armen, is dit wel heel makkelijk. Je kan het nu al doen of straks bij de tweede oefening, bij de tweede ronde kan je ook zeggen, ik wissel van arm en doe dat met één arm. Ja, goed, lange rug. Fleur, je gaat op beeld. Hup. Goed zakken, lang omlaag. Maar dames en ook heren, dit mag ook. Ja, ook als je met 8 kilo werkt en je zegt, nou in het begin doe ik nog iets minder. Let op dat je rug goed is. Oké, we hebben al 1 minuut gehad. De volgende is een lunge. Ja, ik wil een mooie lunge met evenwicht. Dus ik heb nu aan die kant waar mijn been voor is, heb ik geen gewicht. Maar aan de andere kant, ja, goed wijd staan. Dit is de oefening. Je gaat omlaag. 2 keer. En dan kom je omhoog. En je tilt het been mee omhoog. Ja? Dan doe je datzelfde been weer. Dus 2 keer. Kom op evenwicht. Neem je arm omhoog. Daarna wissel je. Is het dus andersom. Ja? Goed, van de zijkant nog laten zien. 2 keer. En opnemen. Oké? Okay? En dan gaan we nu starten. Dus omlaag. 1, 2, kom op. Heel goed. En nog een keer. Omlaag. 1, 2, en omhoog. Heel goed. 1. We houden hetzelfde been aan, hè? We doen pas na een half minuut gaan we wisselen. 1, 2. Heel goed. Oké, nu wissel je van arm en van been. Dit is een makkie, hè? 2 keer. En op. Heel goed. 2 keer. En op. 2 keer. En op. Ja, ik wil dat je stabiliteit in je core creëert. Stabiel blijft. Daarom ga ik altijd evenwichtsoefeningen erbij gooien. Zodat je stabiel wordt. En een goede, controleerde oefening doet. Ja? Heel goed, dat was die al. Minuut is weer om. Oké, de volgende heb ik ook voor je stabiliteit. Je zet je plank en je zet je gewicht naar voren. En je gaat erachter in een plank. En dan tik je alleen maar naar voren. Ja? Oké. En dan gaan we starten nu. Dus goed in de plank komen. En je tikt naar voren. Zet je arm goed weer onder je neer. En blijf rustig in je buik en in je rug. Goed naar voren tikken. Schouders laag. Lang maken. Oké. De bedoeling is echt dat je niet te veel in je billen heen en weer weegt. Ik wil heel veel dit doen. Ik laat het even zo zien. Stabiel blijven. Recht naar voren. Let op dat je dus niet heen en weer gaat. Dat is verkeerd. Blijf stabiel. Maak je lang. En ook hang niet door. Hier, maar blijf stabiel. Als je niet meer kan, kom liever in deze positie. Ja, dat je je rug goed stabiel houdt. En ademen. Kom maar, nog 10 seconden. Dit is een zware, maar jullie kunnen dit. Yes. Gehaald. Top. De volgende is op je rug liggend. Is wat voor je buik, voor je onderbuik. Je gaat liggen. Je neemt het gewicht omhoog. Boven je. Pak hem aan de oortjes. Neem je been omhoog. En laat die om de beurt naar de grond toe zakken. En start maar. Oké. Wat je doet is... gewoon je been laten zakken. Om de beurt. Oké, en het gewicht omhoog. Nou, dit gaat al prima, denk ik. Dan kan je nu nog het gewicht boven richting kruin laten zakken.
Ja, 90 graden. En iedere keer weer opdrukken. Als je last krijgt van je rug, maak het dan kleiner. Dit is de variatie. Ja, dit is makkelijker voor je rug met je voet dichter bij je billen neerzetten. Ja, dit met een gestrekte been is het moeilijker. Goed ademen. En strek om de beurt je been richting grond. Hou je buik stabiel. Buig je tricep. Nee, je elleboog, waardoor je tricep traint. En dan zijn we alweer. Die buikoefeningen was nummer 4. Oké, we hebben als volgende een squat met een schouderpress. Ja? Oké, squat hebben we al gedaan. Goede squat met een schouderpress. En als je sterk bent met die armen, neem je één arm. Als je niet zo sterk bent, neem hem onder. En push hier omhoog. Je kan nog zeggen, eerste ronde doe ik nu 2 armen en daarna 1. Ja, kom maar, squatten en omhoog pushen. Ja, helemaal uitstrekken. En je hoeft niet te wisselen van positie. Ik doe dat zo dat jullie mij ook van de zijkant kunnen zien. Helaas kan ik jullie niet zien. Als je naar boven pusht, je billen samen trekken. Knijp even samen als je boven bent. Goed zo. Lange rug. Voel je tricep. Ademen. Nog 20 seconden. Hou vol. Goed uitademen. Mag je best wel horen. Ook je buurman in je tuin als je buiten bent hoor. Oké. De volgende is nummer 6. Dat is de molen. Daarbij strek je één arm omhoog. Je komt zakkend naar de andere kant. En dit is een beetje raar. De meeste mensen willen dat doen. Of dit doen. Ja, maar ik wil graag dat je omlaag zakt en je bovenarm boven strekt. En maar starten. Dus zak omlaag, strek je omhoog. Zak omlaag via de zijkant. Ja, kijk goed. Ja, ik blijf rechtop staan, dus niet naar voren. En dan krijg je gelijk een slechte rug, namelijk. Blijf via de zijkant werken. Heel goed. Ademen. Van naar boven. En als je het goed voelt, voel je het hier in je taille aan de overkant. Wissel van kant. Ja, het kan ook zijn dat je hierboven in je arm die schouder voelt. Omdat die je zwakste schakel is. En dat je in je taille gewoon sterker bent. Als je meerdere gewichten hebt, kan je bij deze ook de zwaardere nemen. Maar als je echt denkt, ik push me omhoog, dan moet je zijwaartse koorspier, die van je ribbenboog naar je heupen gaat, echt wel wat doen. Oké, dat zijn we alweer. Oké, de volgende is een deadlift met een plank. Dus die plank hebben we al gehad, maar dat doen we in één door. En een deadlift is dit. Dus je komt omlaag en je trekt hem ietsjes omhoog. Dus dat is de schouderpress erbij. Ja, dus je maakt een deadlift, dan zet je gewicht neer, kom in de plank, kom weer omhoog, in de deadlift, ja, en in de plank. Oké, als dit niet lukt, mag je ook dit doen. Lange rug, hier heel belangrijk. Ja, oké, en starten maar. Dus planken, lange rug, tot je borst trekken. En weer herhalen. Als je dat op een langzamer tempo maakt, is dat helemaal goed. Doe je eigen tempo, wat je zelf kan. En je ziet, ik zet mijn vingers gewoon lang op. Ja, dit is ook een optie. Als je langzamer bent en het niet zo goed kan, is dit ook een optie. Ja.
eerst te doen. Allemaal geen probleem. Als je nu omhoog komt, let op je rug. Hier, recht. Omhoog. Ja, ik laat het gewoon bewust van de zijkant zien. Zodat je niet geneigd bent ineens zo te gaan. Blijf recht. Voor jouw gevoel. En squeeze je billen. Dat was die al. Goed gedaan. Oké, dan hebben we schouder. Dat hebben we in het begin geoefend. En maar met de warming up. Het is schuin van rechts naar links. Dus je gaat schuin omlaag. Let op je rug. En schuin omhoog. Met een rechte rug. Ja. Met een 30 seconden de ene kant op. En daarna 30 seconden de andere kant op. Ja. Zijn jullie klaar voor? En start hem maar. Je pakt hem van onder. En je duwt hem schuin omhoog. Kijk. En ik buig mijn knie. En strek mijn knie nu. Zodat ook mijn bilspier aan die kant iets meehelpt. Maar je rug, je schuine rugspier moet hier werken. Om je recht op te zetten. Dus heel belangrijk. Maak je lang in je rug. Kijk even. Ik heb geen ronde rug. Een schuine rug. Oké. Wissel van kant. Andere onderbeen of voet. En naar de andere bovenkant. Ja, ook hier. Lange rug. En ik moet zeggen dat ik heel veel uit mijn rechterkant haal. En nu nog steeds probeer uit te wijken naar mijn rechterkant. Dus straks, de tweede ronde, ga ik met mijn linkerkant beginnen. Oké, daar zijn we al. De eerste ronde zit erop. Ik krijg het heel warm, dus ik doe even mijn shirt uit. Even losschudden. Goed losschudden. Ademen. We gaan de tweede ronde. Weet je nog wat het eerste was? Een squat met een bicep curl. Oké. Ja, squat met bicep curl. Het is echt prachtig weer hier. Dus squat, bicep curl en omhoog. Ja, ik varieer hier nu. Ik geloof net hebben we het zo gedaan. Maar dat is veel te makkelijk. Nee. Oké, en starten. Nu blijven we laag. Bicep curl. En kom omhoog. Laag, lange rug. Bicep curl. Als je wil, mag je één arm gebruiken. Ja. En dan wisselen. Dat kan ook. Ik doe nu iedere arm om de beurt. Bicep curl. En recht omhoog. Bicep. En kom omhoog. Zakken. Bicep. En omhoog. Zakken. Bicep. En omhoog. Zakken. Bicep. En omhoog. Ademen. Nog 18 seconden. Kom op. Je mag dit ook met twee armen tegelijk doen. Ja. Kijk wat je kan. Iedereen heeft een ander lichaam. Yes, en daar zijn we alweer. Oké, de tweede was de lunge. Twee keer dan met één arm omhoog. Ja, weet je die nog? Dus naar voren, lunge, lunge en hier. Oké, daar gaan we dan. Goed staan. Lunge, lunge en op. En laag, laag. Blijf op één been staan. Stabiel, buik vast. Denk aan een touwtje omhoog. Hier omhoog, hier omhoog. En nu helemaal omhoog. En dan val ik bijna. Heel goed. 1 en 2 en op. Heel goed. Wissel van voet. Andere kant. Ook de andere arm. Laag. Laag. Op één arm. Eén been, sorry. Ook één arm natuurlijk. Laag. Laag. Kom op. Dit is echt een lastige oefening
om je gewicht op één been te houden. Omdat je ook nog jouw gewicht schuin hebt. Maar ik wil dit echt doen zodat je op je standbeen goed leert te staan. Ja, doen we nog eentje. Omdat ik zoveel kwek tussendoor. Heel goed, en dan zijn we daar. Toppie. Oké, de derde was de plank met de tik naar voren. Die is best lastig. Goed staan. Oké, nog een optie. Je kan nog op je onderarm gaan en dit doen. Want je niet op je polsen kan staan. Ja? Als je polsen stuk zijn of wat dan ook. En starten. Goed staan. Tik naar voren. Buik vast. Ja, dit kan voor iedereen moeilijk zijn op een andere manier. De ene die voelt voornamelijk zijn schouders. De andere voelt zijn polsen. Zwakste schakel. En dan zijn er nog mensen die denken, oh, ik voel heel erg mijn buik. En dat klopt ook. Je buik moet hier heel erg stabiliseren. Schuin, zijwaarts. Ademen. Kom op, hou vol. Je hebt de helft al gehad. Goed je handen onder je schouder neerzetten. Buik vast. Stabiel blijven. En ademen. Kom op. Hou vol, nog 18 seconden. Zet door. Kom Fleurie, ga ons maar helpen. Goed ademen. En dan was het dat. Goed gedaan. Goed ademen, schouders los. Heel goed. Oké, de volgende was op je rug met de benen omhoog. Deze komt uit de Pilates. Is de lowering. Hou ervoor dat je gewoon je rug neutraal houdt. Dus niet helemaal je rug in de grond planken, maar een klein beetje een holletje. Been omhoog, arm omhoog, gewicht omhoog. Om de beurt één been laten zakken. Hier, ja. Om de beurt. Je hoeft niet een gestrekt been te houden. Dat hoeft allemaal niet. Hou je buik vast. En dan doe je erbij de tricep. Dus de bovenarm achterkant. Goed ademen. Ellebogen buigen. En strekken. Ja, kijk maar naar boven. Kijk maar of je bovenarm goed even dat die ellebogen naar boven wijzen. Ja, en niet ergens dat je dit doet of zo. Dat is ook een oefening en dat is ook wel oké als je dit doet. Maar ik wil eigenlijk dat je gewoon je tricep traint en je elleboog stil houdt in de lucht. En alleen maar je onderarm strekt naar boven en omlaag. Daar is die alweer. Oké. Dat was de lowering. Oké. De volgende is gesquat met schouderpress. Ja, squat, laag, arm omhoog. Ja? Oké. Met één arm of met twee armen. Wat je fijn vindt. Net hebben we twee armen gedaan. Ik doe hem nu met één arm. En starten maar. Squat. En omhoog. Goed stabiel blijven. Buik vast. Ik heb mijn benen wijd staan. Ik breng mijn billen naar achteren. Zodat mijn knieën achter mijn tenen blijven. Ja, hier. Kan jij even van de zijkant zien? Hier. Billen samenknijpen. En mijn knieën blijven eigenlijk achter mijn tenen zitten. En dat heet niet dat ik zo hele grote voeten heb. Maar dat komt omdat ik goed naar achteren leun. Een lange rug hou. Wissel van arm. Zelfde beweging, andere arm. Maak je groot. Ja? Je ziet, ik heb hier bescherming op mijn onderarmen. Vind ik fijner. Omdat het gewicht nu hierop ligt. En het zal wel, als je een beginner bent, dit nog nooit zo gedaan hebt, kan het zijn dat je morgen even een blauw plek hebt op je onderarm. En dan helpt dus zo'n zweetbandje. Ouderwets. Uit de jaren 80. Maar dat helpt wel hier en daar. Oké, daar zijn we weer. Volgende ronde is de windmolen. Waarom die zo heet, weet ik niet. Maar ik begin nu aan die kant. Ja? Zijn jullie er klaar voor? Starten maar. Kom omhoog. Goed zijwaarts. Lang maken.
ik zal steeds minder pauzes laten tussen de oefeningen, omdat ik vind dat jullie al weten wat je doet. In de eerste ronde hebben we het al gedaan, dus in de tweede ronde hoef je niet meer zoveel pauze te houden, vind ik. Maar let op, goed, 30 seconden zijn omwissel van arm. Let erop dat je het goed doet. Deze is echt wel tricky. Goed je arm laten zakken en dan omhoog. Laat je schouder ook laag. Deze laag laten. Ja, goed weer de zijkant. Niet naar voren of naar achteren. Goed weer die zijkant. Het kan zijn dat die ene kant van jou sterker is dan de andere. En dat je het bij die veel sterker voelt dan bij de ander. We zijn allemaal scheef en niet perfect. Omdat je soms meer met rechts of meer met links doet. Oké, dat was die alweer. De volgende is de deadlift met de plank. Ook een moeilijke, omdat er twee oefeningen bij elkaar zijn. Ja, ik doe hem nog één keer voor. Squat tot je push. Planken. Lange rug. Omhoog. Ja? Start hem maar. Goed ademen. Met een lange rug. Hoppa. Wat heerlijk dit. Ook goed dat ik hier op het idee kwam om dat hier te doen. Hè? Ik ben een beetje weggegaan van het huisje. En die lieve Fleur, die blijft gewoon lekker hier. Kijken wat ik gewoon doe. Met jullie. Gelukkig kan ik jullie allemaal niet zien. Lange rug. Let op. En squeeze boven. Even je billen samen. Daar is het dan weer. Nou, prima. Oké. Gewicht schuin met de draai. De laatste. Van deze tweede ronde. Ja, van klein naar beneden naar boven. Oké? En ik ga nu starten aan deze kant. Dat ik net voelde dat het andersom sterker is. Oké, we starten. Dus pak hem aan de oortjes. Ga lang omlaag. Kom omhoog. Lange rug. Ja. Goeie lange rug. Strek je naar boven. Ademen. Heel belangrijk. En trek hem ook naar je toe, hè. Hier, ik trek hem dicht naar mijn borst toe. Het gewicht. Die kettlebell. Ja. Push omhoog. Heel goed. En wissel, andere kant. Hup. Lange rug. Trek hem naar je toe. Strek uit. Hup. Ik tik het trouwens iedere keer eventjes mijn voet aan. Goed ademen. Heel goed. Maak je lang. En daar zijn we alweer. Oké. Was de tweede ronde. Nu de eerste weer. En squat, dat is de derde keer. Squat, gewicht hier. Bicep curl, kom omhoog. Wissel van arm. Of weet je wat, we houden nu 30 seconden één arm en doen 30 seconden de andere arm. Vind ik eigenlijk makkelijker. Oké, starten. Starten. Dus, laag. Squat, bicep curl. Squat, bicep curl. En we doen dezelfde arm. En na 30 seconden veranderen we dat. Ja. Heel goed. Veel zwaarder voor deze arm. Want je denkt, ik vind het niks. Doe twee armen. Of doe om de beurt. Maar we zijn bijna klaar met deze arm. Nog 3, 2. Laatste keer. Andere arm. Bicep. Hou je rug lang. Blijf stabiel. Adem uit. Hier. Ja.
vooral altijd zwaar is. Mijn linkerarm is niet zo sterk als mijn rechter. Heb ik al door. En kom weer omhoog. Goed zo. Oké, de tweede was de lunge. 2 keer. En arm omhoog. Tot hier. Ja? Oké, beginnen we aan die kant. Klaar. Goed, starten maar. Achterste hak gaat omhoog. En laag. Laag. En op. Evenwicht. En laag. En laag. En op. Heel goed. Laag. Achterste hak is omhoog, hè? Dit is eigenlijk het moeilijkste om naar deze weer in de perfecte lunchpositie te komen. Ja? Dan wil je van alles doen. Misschien te dicht bij elkaar. Te veel op één lijn. Oké. Wissel van voet. Wissel van arm. Naar achteren. Laat je arm laag. 2 keer lunchen. En nu pas optrekken. Zowel je arm als je been. Kijk, en ik sta eigenlijk vrij wijd. Ja, ik sta niet op een evenwichtsbalk. Dan heb je meer controle. Als je achter je koud voelt, je koud spier, dan ben je te veel op een evenwichtsbalk. Zet dan je voeten wat wijder. Oké, ik doe nog 1 keer. Laag, laag en sta. Goed zo. Oké. Daarna hadden wij die plank met tik voor. Ja, mag op je ellebogen, mag op je handen. Hou je buik stabiel, rug strak. Kom in de plankpositie en we starten. Tik voor, tik voor. Hou het stabiel. Ja, zet je voeten. Ja, ik heb mijn voeten iets wijder dan schouderbreed. En denk om. Je bent niet Arnold Schwarzenegger, maar je bent ook geen klein streepje. Ja, als je hem dichter doet, is het veel moeilijker. Ja? Dus zoek je eigen schouder of iets wijder, maar niet te wijd. Buik vast, ademen. Denk, ik tik naar voren, maak me lang. Heupen stabiel. Oké, als het niet meer gaat, mag je ook op je knieën gaan, hè? Dit is ook een optie. Ja, zoals je denkt, ik vind het te zwaar, ga op je knieën. Dat is oké. Je rug en je schouders moeten dit wel aankunnen. Ik wil niet dat je een blessure opbouwt. Hou vol, ademen. We zijn nog 2 seconden en klaar. Joehoe, dat was de laatste keer deze plank met de tik. Oké, nu op je rug, liggend. Been om en om laten liggen, naar de grond toe. De lower ring. Ja, autopilates. Arm omhoog. Tricep. Curl. Met je armen. Starten maar. Hier naar boven. Om de beurt 1 been laten zakken. En je gewicht laten zakken. Om de beurt. Buik vast. Goed ademen. En strek je armen naar boven. Laat je ellebogen stabiel staan. In de lucht. Ja. Heb je nog zin? We zijn er bijna hoor. Nog 30 seconden. Dit is de laatste ronde, moet je maar bedenken. Goed ademen. Eigenlijk zou ik dit ook nog in het Duits moeten opnemen. Zodat mijn ouders en mijn zussen en zo in Duitsland dit al kunnen volgen. Zonder mijn Nederlands gebabbel. Oké, daar zijn we alweer. Bij 1 minuut. Heel goed. Volgende is de squat met schouderpress. Ja, laag en naar boven. Ja, klaar daarvoor? Ja, hè? En starten maar. Zakken en naar boven. Zakken en naar boven. Goed zakken door je billen. Hou je rug stabiel. Heel belangrijk. Billen naar achteren brengen. Buik aanspannen. Ja, hier. Blijf stabiel. Push omhoog.
kom op, die ene arm, die moet het doen. Of je doet ze met alle twee. Maar let op, je elleboog gaat naar voren. Wissel van arm. En kom omhoog. Goed ademen. Buik vast. Goed zo. Kom op, je kan het. Billen samen knijpen. Arm omhoog. Je kan natuurlijk ook altijd voor eenarmige dingen zeggen. Ik neem een lichter gewicht. Of geen gewicht. Is ook een optie. Ja? Oké. Dat was die weer. Windmolen. Waarom dat ding zo heet, weet ik eigenlijk nog niet. Maar goed, je zal maar weten. Laag omhoog. Ja? 30 seconden rechts, 30 seconden links. Maakt niet uit. Links, rechts kan ook. Start maar. Ja, ik weet sowieso eigenlijk niet of jij dezelfde arm neemt als ik. Of dat je die arm neemt die voor jou omhoog gaat, alsof ik jouw spiegel ben. Het maakt allemaal niks uit dat jij me afwisselt. Goed ademen. Voel die taille. Hier, dit. Dit wordt kleiner en groter. Kleiner en groter. En wissel van arm. Laag en omhoog. Laag en omhoog. Zowel je arm aan de zijkant als je arm omhoog. Als je denkt, ik vind het te lastig, laat hem boven staan. Dan hoef je niet zoveel na te denken. Goed ademen. Ik moet zeggen, bij mij is de linkerkant toch sterker. Zou wel van af en toe tennissen zijn. Ja, als je met rechts altijd slaat, wordt je linkerkant sterker natuurlijk. Omdat die hier trekt. Dus ja, maar goed. Deadlift met plank is de volgende. De ene laatste. Ja, weet je nog? Hup, hup. Tot je schouder of tot onder je oksel je armen optrekken. Start hem maar. Ja, Fleur, we zijn bijna klaar. Heb je ook geen geduld meer? Toch wel. Oude dame. Goed je billen samen knijpen. Eigenlijk zou ik dit iedere dag moeten doen, hè? Goed ademen. Word ik ook lekker fit. En hier op Texel, in deze omgeving, is dat helemaal geen straf. Lange rug, dames en heren. Heb ik hem wel aangezet, die klok? Oh ja, heb ik hoor. Goed ademen. Niet dat jullie over minuten moeten doen. En ik ook. Kom op. Hou vol. Nog 5 seconden. Zet hem door. Ik kan het. Yes. Goed zo. Oké, de laatste. Gewicht schuin. Omlaag. Schuin omhoog. Lange rug, buik vast. Kom op, je kan het. Nog laatste oefening. 1 minuut lang. We gaan ervoor. Pak hem aan de oren. Laag. En op. Heel goed. Yes. Jammer dat we op deze park vrij ver af zijn van het water. En dan zou ik nu het water induiken. Andere kant. Maar dat hebben we vanochtend gedaan. Het is heerlijk. Je denkt, het is erg koud en het is ook koud. Maar als je dan eruit komt, oh, lekker. Heerlijk water. Heerlijk koud. Dan ben je echt wakker. Hubbel. Kom op, we zijn er bijna. Denk ik. Ja, nog 9 seconden. Kom op. Goed ademen. Yes. We hebben het gehaald. Applaus voor jezelf. Dan heb je een goede schouderklap. Goed losschudden je armen. Open je armen. Naar de zijkant. Ja, goed. Schouders naar achter. Heel goed. Neem je armen omhoog. Blijf ademen.
Dan kwam maar wervel voor wervel rond omlaag. Goed, wervel voor wervel. Nu mag je. Lekker rond. Hang maar even uit. Ja, voel je onderrug lang worden. Blijf ademen. Voel je bovenbenen op je buik. Ja, als het niet zo is, is het ook niet erg. Voel je beenachterkant een beetje oprekken. Kom maar rond weer omhoog. Oh. Je hoeft niet te stretchen als het niet als je er geen zin in hebt. Maar het mag wel. Schouderslaag, hoofd naar één kant. Alles wat je zelf goed voelt is het beste. Ja, als je nooit opgerekt hebt, gewoon niet aan herinneren. Het is geen moed. Ja, vooral niet bij dit soort dingen. Waar je toch in de veilige bewegingszone blijft. Qua uitzwaaien en zo. Uitzwaaien bedoel ik. Ja, als je nu ineens een potje voetbalt. En je strekt je been helemaal in de lucht om die bal te halen. Dan is het misschien handig om toch wel even een keertje opgerekt te hebben. Dat je ook die verre beweging kan maken. Ja? En dan zet je lichaam scheur. Heel goed. Schouders lekker losschudden. Maar je handen uitdraaien. Pak je vingers. Voel je pols aan de binnenkant. Andere kant. Ja? Goed je handen losschudden. En zwaai maar. Ik wens jullie nog een hele fijne dag. Ik hoop dat ik heel snel weer gewoon les kan geven. Dat is op dinsdagavond bij ons in de achtertuin. En dan met een mooie afstand van elkaar. Maar ik hoop dat het snel lukt. Hey, nog een fijne dag. Doei doei.